Hallo allemaal en welkom terug. Het is donderdag en dit is dag 25 van de zombie apocalypse. Mijn naam is Fidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Dit vind ik een leuke foto. Wat? Huh? Ik begrijp er niks meer van. Wij ook niet. Lieve mensen, ga er maar voor zitten. Ik heb de afgelopen paar dagen heb ik dit allemaal lekker even niet gevolgd. Het was heel mooi weer, mevrouw de burgemeester. Dus ik heb zowel gisteren als eergisteren echt lekker 2 uurtjes in een park kunnen zitten. Eergisteren samen met mijn liefstallige ex-vrouw, die echt gillend gek werd in haar huis. En gisteren met mijn liefstallige dochter. En we houden gewoon 1,5 meter afstand van elkaar. En we hebben zelfs mondkapjes en handschoentjes bij ons. En we gaan zitten op een plekje waar helemaal niemand is. Het is niet echt in een park. We zoeken gewoon ergens een stukje gras waar geen mensen zitten. En jawel, dat soort stukjes gras zijn waar wij wonen. Gelukkig te vinden. Dus gisteren, even lekker eruit. Vanmorgen vroeg heb ik mijn balkon helemaal gereinigd. En ik moet nog wat dingetjes doen aan het voorste balkon. Dat ga ik in de loop van de ochtend doen. En dan heb ik 2 balkons tot mijn beschikking. En dan zou ik het allemaal een stuk beter moeten redden. Tijdens deze lockdown in mijn bunker in Amsterdam. We zitten nu aan 20.000 mensen positief getest. Bijna 7800 mensen opgenomen geweest in ziekenhuizen en helaas 2248 mensen overleden. Waar eergisteren echt afschuwelijk was, toen gingen er 234 mensen op 1 dag dood. En gisteren dus 147. Mevrouw de burgemeester, ik vind het clusterfuck. Na al het applaudisseren en juichen en alle bewondering voor onze bestuurders en zorgverleners, et cetera. Het spijt me, die mensen in de zorg die doen allemaal hartstikke hun best. Dat geloof ik best wel. Maar het is natuurlijk absolute dog shit. En daar gaan we het een beetje over hebben. Maar dit is de huidige stand van zaken wereldwijd. Dit is Johns Hopkins University. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, er komen per dag ongeveer 110, 120.000 besmettingen bij. En per dag overlijden er tussen de 5.000 en 6.000 mensen wereldwijd. Het is absoluut deprimerend, is het. Laten we eerst beginnen met de stand van zaken. Dit is de minister van Volksgezondheid en hij zegt hierin beschermingsmiddelen, hè, mondkapjes, plastic handschoentjes, etc. Al die spullen die hebben we niet. En al die spullen kunnen we blijkbaar ook niet helemaal goed maken in Nederland. En dat is echt schandalig, is dat. Dat wil dus zeggen dat ik begrijp daar niks van. Het komt omdat alles gemaakt wordt in China, mevrouw de burgemeester. Alles komt uit China. Al onze medicijnen komen uit China. Al onze beschermingsmiddelen komen uit China. Alles komt uit China. En ja, dat hadden we misschien anders moeten doen. Maar goed, dat er problemen zijn, ontkende de minister niet. Tegelijkertijd zei hij dat het kabinet alles op alles zet om aan de juiste mondkapjes en veiligheidsbrillen te komen. Er zijn bestellingen geplaatst en er wordt gewerkt aan productie in eigen land. En die productie in eigen land, daar wordt aan gewerkt, mevrouw de burgemeester. Dus dat zijn we nog niet aan het doen. En ondertussen zijn er wel 2200 mensen dood. En 7800 mensen dood en doodziek geworden. Daar komt hij aan, want we gaan nu Nederlandse leveranciers gaan mondkapjes maken. Dit is het parool. Nederlanders maken mondkapjes. Nee, bedrijven in Nederland gaan mondkapjes maken. De komende weken worden minstens 4 productielijnen voor hoogwaardige mond-neusmaskers uit de grond gestampt. 2 bij filterproducent Afpro in Alkmaar en 2 bij beddenfabrikant Alping in Deventer. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs diverse bedrijven. Betrokken ministeries bevestigen het nieuws, aldus de krant. Voor het einde van deze maand moeten er in Nederland wekelijks miljoenen professionele mondkapjes van de band rollen. Dus dat is nog niet aan het gebeuren. Dat zou moeten gaan gebeuren
voor het einde van de maand. Dat is dat deze, wat deze meneer zegt. We hebben een order geplaatst. Order geplaatst. Er zijn bestellingen geplaatst. En we werken aan productie in eigen land. Een beetje te laat. En dan komt het. De ondernemers kwamen in actie vanwege het gebrek aan mondkapjes. Iedereen kent wel iemand die in de zorg werkt en geen mondkapje heeft. Dus dachten wij, moeten we ze hier niet produceren, zegt Joost Verlaan, directeur van Afpro. Grote bedrijven hebben Afpro daarbij geholpen, zoals chipmachinefabrikant ASML, die voor Afpro ruimte in een vrachtvliegtuig vrijmaakt. Daar komt het. Voor de levering van een mondkapjesmachine uit China. Begin volgende week. Dus begin volgende week komt er een mondkapjesmachine uit China hier naartoe. En dan gaan we beginnen met het maken van mondkapjes. En dat moeten er dan miljoenen per week gaan worden. Nou, hartstikke leuk. Ik wil ze ook hebben. Alleen hadden we dit niet gekund. De maskers zijn nu nodig. En we zagen al gebeuren dat we veel tijd zouden verliezen met het transport van onze machine in een zeecontainer. Dus dit is de vierde week in isolatie. Dit is dag 25 van de zombie-apocalypse. Mensen zitten opgesloten binnen. Talloze en talloze Nederlanders zijn dood en doodziek. Heel veel Nederlanders zijn overleden. En zorgpersoneel loopt enorme risico's. Maar op dag 25 moeten we nog even wachten. En misschien, burgemeester, komt dan op dag 28 dat vrachtvliegtuig binnen op Schiphol. En daar zit dan de mondkapjesmaakmachine in uit China. Nou, goed opletten, mevrouw de burgemeester. Dan hebben we één machine. We hebben er één. Wat nou als die machine stuk gaat? Nou, dan zullen we waarschijnlijk onderdelen moeten bestellen uit China. Of misschien, als we pech hebben, zelfs een hele nieuwe machine. Lieve mensen, als dat geen clusterfuck is, dan weet ik het niet meer. Het is echt gênant. Het is echt derde wereld. Hey, zullen we zelf mondkapjes gaan maken? Ja, goh, we zitten 3 weken binnen. Al die arme mensen in de zorg, die hebben beschermende gear nodig. Die we allemaal vinden. Nederland is exportland. Dat heb ik heel vaak gehoord. Nederland, ja, wij zijn echt exportland. Really? Waarom moeten we alle belangrijke shit dan importeren uit China? Jesus Christ, de mondkapjesmaakmachine uit China. En voor de mensen die galgen leuk vinden, en per slot van rekening zitten we allemaal vreselijk lang binnen. Dus dingen als galgjes zijn hartstikke leuk. Probeer die maar eens. Mondkapjesmaakmachine. Dat raden ze nooit. En dan gaan we naar de cold hard facts. Ik begrijp er niks meer van. Nee, ik ook niet, mevrouw de burgemeester. Let op, komt ie aan. Volle treinen en festivals worden lastig in een 1,5 meter samenleving. En dan zie je, hier is de strekking van het artikel. Een normale zomer kun je uit je hoofd zetten. En wat wordt hierin gesteld? Kun je naar het buitenland van de zomer? Er zullen een hele hoop landen zijn die zeggen, nee, sorry, bij ons zijn de grenzen dicht, want wij vertrouwen de boel niet. En de landen die dat niet zeggen, wat gebeurt daarmee? Krijg je daar een nieuwe uitbraak. Dus reizen van de zomer is er niet bij. Dan festivals, het strand, zwembaden. Al die dingen waar het zo gigantisch druk is. Helemaal vol met gezinnen en kinderen. Die kun je ook allemaal op campings, recreatieparken. Dat kun je allemaal op je buik schrijven. Volle treinen. Straks gaat het bedrijfsleven weer open. Moeten er een hele hoop mensen naar kantoor? Hoe gaat NS dat doen? Weet je, al die mensen weer dicht op elkaar zetten? Natuurlijk niet. Dus wat hier eigenlijk een beetje geschetst wordt, is heer Van Duin, hij is een crisisdeskundige. Volgens Van Duin moeten we, dit is Menno Van Duin, hij is een crisisdeskundige. Volgens Van Duin moeten we ons realiseren dat de terugkeer naar het normale leven er voorlopig niet in zit. Laat staan een normale zomer. Zet dat maar uit je hoofd. Naar het buitenland op vakantie in de zomer, het is nog maar de vraag of je überhaupt het land waar je heen wilt binnenkomt. Ook is het wel zeker dat dit een zomer zonder festivals wordt. Maar de verandering geldt ook voor de alledaagse dingen als mobiliteit en de klassieke manier van werken. De volle treinen die we altijd hadden, worden ook een lastig verhaal in de 1,5 meter samenleving. De manier van leven blijft voorlopig anders, tenzij er opeens een viraal wondermiddel moet zijn. En dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. Um,
Maar gelukkig krijgen we mondkapjes die gaan gemaakt worden. Daar gaan we volgende week mee beginnen. En dan zitten we allemaal 4 weken binnen. Het is echt... Ja, het spijt me. Ik vind het allemaal slecht gemanaged. Ik vind het allemaal waardeloos gemanaged. Op dit moment is het nog steeds het allerergste in Spanje en in Italië. Waar het aantal doden en besmettingen maar blijft oplopen. En in de Verenigde Staten, dat is op dit moment het allerergst, is het daar. Daar zijn nu bijna 15.000 mensen overleden. En het aantal besmettingen is explosief gegroeid. Het is onvoorstelbaar hoeveel besmettingen er in Amerika bijkomen. Dat arme land gaat helemaal kapot. Mevrouw de burgemeester, wat ik ga doen is, ik ga vandaag heerlijk op mijn balkon genieten. Van een koud biertje en mijn kiezen op elkaar zetten. 2 dagen naar buiten heeft enorm geholpen. Het was maar 2 uurtjes. Maar er was niemand om me heen. En toch even lekker op een stukje gras gezeten. Dus ik ben weer helemaal opgeladen. En ik ga weer terug naar gewoon een hele week binnen zitten. Alleen dan nu wat meer gebruik maken van balkon. Dan kan iemand anders dat stukje gras pikken. Een paar uurtjes, weet je wel. Dat is het idee. Dag 25 van de zombie apocalypse. Ja, ik vind het gewoon allemaal shit. Ik vind het echt shit. De reacties waren veel eerder in moeten grijpen. Waren veel eerder materialen moeten gaan inkopen. Voor een hele heftige pandemie. En we blijken dus voor hele ernstige dingen zoals dit helemaal niet voorbereid te zijn. En dat komt door honderden redenen. Slechte planning, slecht management. Niet luisteren naar specialisten, want er wordt al jarenlang gewaarschuwd voor hun. Een eng virus zoals de vogelgriep. Alles outsourcen naar China en India. Zelf geen... niet voldoende capaciteit hebben voor noodgevallen. Bezuinigen op de zorg. Bezuinigen op defensie. Defensie is aan het helpen met de zorg. Maar ja, zoveel hulp kunnen ze niet bieden. Want daar is ook alleen maar bezuinigd. Het is... we zijn een beetje het beleid van alle voorgangers aan het oogsten, mevrouw de burgemeester. Dus dat zijn uw voorgangers. En dat zijn de voorgangers in Den Haag. Al die mensen die dachten dat het op deze manier moest gebeuren. Ik vind het absolute clusterfuck. En het duurt fucking 4 weken voordat een stel ondernemers zegt van... Nou, weet je wat, we gaan zelf wel een mondkapjesmaakmachine importeren uit China. En dan gaan we het zelf wel doen. Want onze grote verlichte leiders zijn er niet toe in staat. Het is echt gênant. Ik begrijp er niks van. Zo voel ik me. What the fuck is hier gaande, man? Ik ga stoppen. Ik ga een kop koffie nemen en ik ga iets eten. Lieve mensen, blijf zo veel mogelijk binnen. Blijf gezond. Dat was mijn ochtendhumeurtje. En ik ga lekker mijn balkon inrichten voor een hele dag. Lekker luisteren naar fluitende vogels. Lockdown. Zombie apocalypse. Dag 25. Tot de volgende keer.